Joop, voor jou betekent kunst heel veel. Vroeger altijd in de reclame gewerkt. En nu dan door wat mindere omstandigheden het als hobby voortgezet. Wanneer ben je hiermee begonnen? Nou, 3 jaar geleden moest ik. Ik kwam thuis te zitten. En toen moest ik wat doen. Buiten de geranium. En het is dit geworden. Jij maakt kunst, bijzondere kunst. Hoe doe je dat? Weet ik niet. Dat maak ik gewoon. En er is niet over nagedacht dat het kunst is. Of gewoon therapie. Voor jou is het een soort therapie om te doen? Ja, dan heb je wat te doen. Je moet wel wat doen. En je ontwerpt de kunstwerken zeg maar op de computer, begrijp ik. Hè? Je hebt hulp van een programma. Ja. Het programma is al 30 jaar oud, denk ik. En ja, de meeste mensen vinden het niks, maar ik ken het. Ik weet wat ik doe. Je bent ziek geworden. Wil je vertellen wat je hebt? Parkinson. En dan altijd hard gewerkt, altijd hele mooie dingen gemaakt, hè, voor onder andere grote bedrijven, ook in de omgeving. En dan nu thuis. Je exposeert op dit moment bij de Groene Ezel. Welke kunstwerken heb je daar hangen? Die zijn niet hier. Dat is een raadbije. De huisjes. Daar hangen de zeilboten. Nou hangen hier ook prachtige, kleurrijke stukken. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Nou, dat is afval eigenlijk, van folie. En dan wordt het bij elkaar gezocht. Dus de kleuren die ik gebruik op de computer, die zijn niet bepaald ongeveer. En dan zoek ik de kleur uit en dan plak ik het samen. Verkoopt u ook stukken? Ja, zijn er overigens 3 verkocht. Nu bij de laatste expositie zijn er 3 stukken van u verkocht. Ja, de rest geef ik ze weg, want we moeten ruimte maken voor een nieuwe. Hoeveel stukken maakt u nou gemiddeld per jaar? 2 per dag. Dus bouw je hier het programma een keer vergroten en verkleinen. Gedeelte uitpakken, verkleinen. En dan kun je even verder gaan. Je maakt hier verschillende kleuren. En dat geeft een heel ander effect. Waar maakt u deze stukken? In mijn werkplaats. Werkplaats hier zo. In slaapkamer. Nou, we gaan eens even kijken wat hier allemaal hangt. En ik hoop dat u nog heel lang hele mooie dingen kunt maken. Ik ook.